Breda Nu. Je weet het meteen. De landelijke open dag voor zorg en welzijn. Het Amphia ziekenhuis in Breda, locatie Molengracht en Langedijk. En het Amphia ziekenhuis in Oosterhout openen hun deuren voor het publiek. Wij gaan eens een kijkje nemen. Goedemorgen. Dankjewel. Waarom een open dag? Nou, open dag heeft meerdere redenen. Voor ons is het vooral een reden dat we heel graag aan mensen in ons verzorgingsgebied willen laten zien wat we allemaal in het ziekenhuis doen. We hebben 4500 medewerkers, we hebben 4 locaties. En we vinden het ontzettend belangrijk dat onze mensen nu aan de buitenwereld kunnen laten zien wat we achter de schermen allemaal doen. En vaak zijn dat dingen die je aan de voorkant niet meekrijgt. En er is veel animo vandaag. Hè? Er zijn heel veel mensen hier in het ziekenhuis komen kijken. Wat kunnen de mensen allemaal doen? Het is een heel divers programma. Ik heb het niet allemaal op mijn netvlies. We hebben al wel nu inmiddels zo'n 750 bezoekers binnen. En ik geloof dat we pas 3 kwartier open zijn. Dus dat belooft nog wat. Kinderen kunnen gipsen. Er zijn rondleidingen op de laboratoria. Je kunt je bloed laten controleren. Je kunt heel veel verschillende soorten testjes doen. Wat is er nog meer? We hebben een poppendokter. Dus voor groot en klein is er veel te beleven. Waarom bent u hier naartoe gekomen? Omdat ik mijn kinderen wil laten zien wat er in een ziekenhuis allemaal gebeurt. Ik woon vlakbij, dus ik vind het wel interessant. En wat heeft u allemaal al gezien tot nu toe? Wij zijn via een ambulance met sirenes binnengekomen. En zo zijn we via de nierdialyse. En hier hebben ze wat hulpmiddelen, logopedie en dat soort dingen hebben we al bekeken. In de operatiekamer. En heeft u nog speciale dingen die u wilt zien vandaag? Ik hoop dat er een traumahelikopter neerkomt en dat de kinderen dat kunnen zien. Dat zou ik wel spectaculair vinden. En de kinderen hebben het ook naar hun zin, zo te zien. Ja, die zien van alles, proeven van alles en ze mogen van alles een keer een kijkje op een positieve manier in het ziekenhuis. Meestal is het negatief. Wat vond u van de open dag? Nou, ik vond het ook wel eens mooi om achter de schermen te kijken. Ja, dus, mijn oudste zoon die wil ook misschien een beetje deze kant op. Dus dan is het zeker mooi om eens even te kijken wat het werk in een ziekenhuis eigenlijk wat meer inhoudt. Want ja, je ziet normaal als je in een ziekenhuis ligt, zie je mooie verpleegsters lopen en verplegers. Maar voor de rest zit er een heleboel meer achter natuurlijk. En wat heeft u allemaal gezien? Voornamelijk de laboratoriums, wat dat onze interesse heeft. De gipskamer natuurlijk. Een stukje van de open hart operatie, dat ze daar opgesteld hadden. Dus ja, de interessante dingen voor ons in ieder geval hebben we opgezocht.